Dames en heren, welkom terug in de zaal nu voor de vergadering van de gemeenteraad, die ik hierbij open. En dan kom ik tot de mededelingen. Dat is een bericht van afwezigheid van de heer Van der Valk, van de heer Brink en van de heer Snijders, vandaar dat ik deze positie eenmalig heb overgenomen. Bij de mededelingen kom ik ook bij het afscheid van Sina Veldzink. En dat ga ik doen vanaf het spreekgestoelte. En ik wil Sina vragen of ze ook even naar voren komt. Leden van de raad, dames en heren, en in het bijzonder Sina Veldzink, van harte welkom. Sina, al jaren een vertrouwd gezicht voor, tijdens en na de raadsvergaderingen. Vandaag staan we kort stil bij jouw afscheid. Na 26 jaar mag je het wat rustiger aan gaan doen. Sina, je bent op 1 mei 1990 begonnen als bode en als invalster bij de gemeente Gramsbergen. Je vond het erg leuk om als bode aanwezig te zijn bij huwelijken. En je deed van alles aan om bruidspaar op de dag van hun leven te bezorgen. Vanaf de herindeling in 2001 ging je elke dag vanuit Gramsbergen naar het gemeentehuis in Hardenberg. Klopt allemaal? Ja, klopt. Je verrichtte verschillende werkzaamheden, maar je was vooral werkzaam in de catering en op de dinsdagavond een vertrouwd gezicht bij de raadsvergaderingen. Vanaf 2012 niet alleen in Hardenberg, maar ook in Ommen. Sina, we kennen jou als iemand die hard werkt, behulpzaam is en een dienstverlenende instelling heeft. En na 26 jaar mag je het dan wat rustiger aan gaan doen. Met de nadruk op mag, want ik heb gehoord dat je veel hobby's hebt en dat je actief bent als vrijwilliger. Je haakt tassen, je breidt babysokken, je fietst graag samen met je man Berend, je zingt in het koor Sur Sum Corda. Je bent actief bij voetbalvereniging SV Gramsbergen, je bent scheidsrechter en op de woensdagavond geef je training aan dames recreantenteam. En om je conditie goed te houden, doe je graag een hardlopen. Vooruitlopend op je afscheid bij de gemeente ben je sinds januari 2016 koster van de PKN-kerk in Gramsbergen, waar je de zondagsdiensten verzorgt en aanwezig bent bij begrafenissen en huwelijken die in de kerk zijn. En of dat allemaal nog niet genoeg is, heb je ook nog voldoende tijd over voor je 5 kinderen en je 14 kleinkinderen. Dus ik ben echt benieuwd of jij het ook echt rustig aan gaat doen. Je hebt het in ieder geval wel verdiend. Sina, heel erg bedankt voor je inzet voor de Raad van Hardenberg en voor de tractatie die we van jou hebben gekregen. En als dank zou ik je graag een bos bloemen aan willen bieden. Bedankt. En ik schors de vergadering voor 2 of 3 minuten voor degene die Sina nog een hand willen geven. Goed, dames en heren, of u zit of niet, ik heropen de vergadering. Het vaststellen van de agenda. Heeft iemand daar iets op of aan te merken? Ik zie de heer Jonkans. Gaat uw gang. Ja, meneer de voorzitter, ik wou graag een motie indienen. Vreemd aan de orde. Akkoord, ik zie ook mevrouw van den Hoek zwaaien. Voorzitter, dank u wel. Wij hebben ook een motie vreemd. Akkoord. De motie die waar de heer Jonkers op doelt, die is vanmiddag reeds verspreid. Via de Griffie. U wilt nog een motie daaraan toevoegen? Akkoord. Dan stel ik voor dat we even 1-2 minuten schorsen, dat u even deze kant komt te kijken hoe we de motie ook in de logistiek kunnen verspreiden. Goed, mensen. Ik wil even met u een punt van orde langs. We hebben te maken met een motie vreemd aan de orde van de dag. Voor de geïnteresseerden zijn dat de artikelen 35-37 van ons reglement van orde. Dat betekent een motie vreemd aan de orde van de dag, die moet benaderd worden op een wijze waarop een initiatiefvoorstel benaderd wordt. Niet gelijk, maar bij benadering. Dat betekent dat zowel raad als college zich voldoende moet hebben kunnen inlezen in dat wat vanavond ter tafel ligt. Dat is wat mij betreft met de eerste motie, de motie waar de heer Jonkers op doet, voldoende gebeurd omdat die ook vooraf zowel aan raad als college verspreid is. De andere motie waar mevrouw van den Hoek op doelt wordt nu rondgedeeld. Als u als raad akkoord geeft om die motie te behandelen op de agenda van vanavond,
dan vind ik dat daarmee voldoende is voldaan aan dat wat in artikel 35 staat, dat er bij benadering gehandeld is volgens de wijze van artikel 37. En dat betekent dat u voldoende op de hoogte bent om tot behandeling van het stuk over te gaan. Ik vraag u om even naar de motie te kijken. Sommigen van u hebben hem wellicht al in het informele circuit gehad. Dat weet ik officieel natuurlijk niet. Akkoord. Heeft iedereen inmiddels de motie kunnen zien? Voorzitter, ik zou graag even een punt van orde willen maken richting uw richting. Wij worden overvallen door deze motie die hier ligt. Hij is van de zijde van GroenLinks mondeling toegelicht. Ik zou graag enkele ogenblikken even willen schorsen om met mijn fractie, tegen de achtergrond van de vragen die u gesteld hebt, om mij hierover te beraden. Want ik heb begrepen dat een aantal fracties wel op de hoogte is van deze motie en een aantal fracties niet. Dat gezegd hebben, vraag ik om enkele ogenblikken schorsing. Akkoord. Heeft u aan een minuut of 5 voldoende? Ruim. Dan schors ik de vergadering voor 5 minuten. Ik open de vergadering wederom. En richt mijn blik als eerste naar de fractie van Op Koers. Heeft u inmiddels voldoende kennis kunnen nemen van de motie om... We hebben nog wel een aantal vragen natuurlijk. Uiteraard, maar... Want we hebben daar wel even over gehad, maar het is wel heel kort. En in de eerste instantie is dit stuk dus wel heel erg laat bij ons gekomen. En dan vragen wij ons gelijk af, kunnen wij dit afdwingen richting de provincie? Ja. Bij ik dus zou de college en de inhoudelijke vragen kan ik me goed voorstellen, maar die wil ik dan wel graag behandelen op het moment dat we gewoon de motie aan de orde stellen. Ja. Zullen we het zo afspreken? Ja, is prima. Akkoord. Dan maken we van de motie die door de heer Jonkhans is ingediend 8a. En van de motie die door mevrouw Van Hoek is ingediend 8b, omdat de moties vreemd aan de orde na de gebruikelijke bespreekstuk gekomen. En dan hebben we nu dan toch eindelijk de agenda vastgesteld. Dan kom ik bij het spreekrecht op de agendapunten. Daar wordt geen gebruik van gemaakt. Dan kom ik bij de actuele vragenronde. Ik zie mevrouw Van den Hoek. Verder niemand, geef ik het woord aan mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat deze actuele vraag richting het college enigszins een opheldering geeft over de motie die net zoveel onrust gaf. Wij hebben samen met de ChristenUnie op 1 augustus jongstleden schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot een NAM-werkzaamheden die er hier op ons grondgebied plaatsvinden. En op 16 augustus hebben wij de antwoord op mogen krijgen. Waarvoor dank, dat was een snelle reactie ook in het reces. Maar vraag 5 werd onvoldoende beantwoord. Dus die kunt u ook lezen in de motie. Waarbij wij vragen om een informatiebijeenkomst. En of die georganiseerd kan worden, dan wel gefaciliteerd kan worden. En wat daar een antwoord was, heeft u kunnen lezen. Staat in de motie vervat, maar is eigenlijk ook onze vraag. De gemeente geeft aan dat het bevoegd gezag ligt bij de provincie. En dat het wel wil faciliteren, maar niet wil initiëren. Zo hebben wij hem gelezen. De vraag is nu, gezien alle pers wat er in de afgelopen maand heeft plaatsgevonden, maar ook vragen uit de samenleving die tot ons zijn gekomen. En wij van mening zijn dat er recht is op informatie geven, maar ook de ruimte te bieden om hem te krijgen. Of wethouder op dit moment bereid zou zijn met onduidelijkheden omtrent dit dossier om aan te dringen tot een informatiebijeenkomst hier op ons grondgebied. Voorzitter, mag ik een vraag stellen? Dat is bij de actuele vragenronde niet gebruikelijk. Nee, dat begrijp ik, maar het is voor mij bij de actuele vragenronde ook niet gebruikelijk om daar al een motie te gaan behandelen. De motie was geloof ik ook niet behandeld. Mevrouw Van den Hoek stelt een vraag aan het college. De vraag komt volgens mij overeen met datgene wat ze in de motie opneemt. En daarom mijn verbazing die ik eruit. Maar dan stel ik voor dat u uw verbazing gaat uiten op het moment dat de motie al dan niet behandeld wordt. Ik vraag het college om antwoord te geven op de vraag. Dank u wel, voorzitter. Ja, dat is wel een bijzondere situatie. Want we kunnen wel putten uit de tekst van de motie, denk ik. Maar het gaat natuurlijk om de vraagstelling in directe zin. En u heeft vaker, volgens mij aangekondigd en ook gezegd, en ook met onze vraagstelling,
Schenk aandacht aan de omgeving. En dat is natuurlijk wat wij sowieso ook doen in overleg met die betrokken partijen, provincie en NAM. En als er onrust is, dan hoor ik dat ook graag als portefeuillehouder, zeg ik altijd. En wat ik hierin wel wat bijzonder vind, is dat ik ook gelezen heb wat er in de krant stond, maar niet bestuurlijk of ambtelijk een signaal heb gehad van iemand. Dat zeg ik ook maar gewoon zoals het is. Daar zal niet min, voorzitter, ben ik best bereid om eens met provincie en met NAM eens even hierover in contact te treden. Om te zien van waar zitten nou die signalen, waar komen die vandaan. En als, als die behoefte dan ook aangetoond wordt, en die krijg ik dan misschien ook vanuit andere hoeken, dan zijn we natuurlijk altijd bereid om met elkaar daar een gesprek over te organiseren. Dat lijkt me helder. Maar ik heb helemaal geen houvast nu als het gaat om signalen. Dus ik wil best met die partijen in overleg treden. Op basis van behoeften, werkelijke behoeften, zoiets organiseren. Maar dan heb ik wel even wat informatie nodig. Tenminste een gesprek met betrokken partijen. Dat is even mijn, mijn antwoord op deze vraag. Voorzitter. Ik weet dat het ongebruikelijk is tijdens de actuele vragenronde. Maar volgens mij vinden wij hier als raad wel iets van. En moeten we toch een bepaalde zorgvuldigheid betrachten. En daar gaan we volgens mij nu even aan voorbij. Nou, het is niet... Dat geloof ik niet. Dat punt zie ik niet. Het is ongebruikelijk om met elkaar in debat te treden. Dat doen we bij de actuele vragenronde niet. Dat doen we straks bij de bespreekstukken waar de motie momenteel onderdeel van uitmaakt. Voorzitter, nog een punt van orde misschien? Ja. Als ik nu de beantwoording van de wethouder zo hoor, dan kan ik me heel goed voorstellen dat die beantwoording voor de indiener van de motie aanleiding is om de motie aan te houden en op dit moment verder niet in behandeling te nemen. Dat zou ook kunnen en daarom heeft uw verbazing mij ook verbaasd. Want als u kijkt naar de volgorde van de agenda van ons, dan kun je niet anders, dat mocht je met de antwoord van de actuele vraag iets willen, om bij de vaststelling van de agenda daar al de nodige maatregelen voor te nemen. De maatregel heeft mevrouw Van den Hoek genomen. En daarvan hebt u in unanimiteit gezegd dat dat akkoord is. Dus zo wil ik het ook gewoon gaan behandelen en maak ik hiermee een einde aan de actuele vragenronde. Vaststellen, besluitlijst, raadsvergadering 30 augustus 2016. Aan voorhand zijn er geen opmerkingen binnengekomen. Dat is nu ook niet het geval. Al dus besloten. Komen we bij de bespreekstukken. Punt 6. Lokaal gezondheidsbeleid samengezond in Harderberg 2016-2019. Wie mag ik daarover het woord geven? CDA, ChristenUnie, GroenLinks, VVD. Partij van de Arbeid. U begint bij de Partij van de Arbeid. De gang. Dank u wel, voorzitter. De gezondheidsnota verwoordt een duidelijke ambitie om de gezondheid van onze inwoners te verbeteren en de uitdagingen hierin aan te gaan. De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat het maken van gezonde keuzes makkelijker en vanzelfsprekender wordt. Zeker voor toekomstige generaties. Daarom is participatie van jongeren belangrijk. Bijvoorbeeld binnen actuele projecten rond alcoholmatiging. Hoewel dit minder expliciet naar voren komt in de nota, is de garantie die de portefeuillehouder hierover gegeven heeft voldoende voor ons. Wij zien gezondheid als een integraal onderdeel van welbevinden. En dit kan niet los worden gezien van maatschappelijke vraagstukken. Zoals bijvoorbeeld de toename van kinderen in Nederland die in de armoede opgroeien. Onze partij wil een duidelijk vastgesteld dwarsverband tussen gezondheid en armoedebeleid. Wij hebben in de oriënterende ronde nadrukkelijk benoemd dat armoede verstrekkende gevolgen heeft voor de mate waarin mensen in staat zijn om gezonde keuzes te maken. Ondanks dat dit beleidsveld niet expliciet benoemd wordt in de nota, heeft de portefeuillehouder aangegeven dat de verbindingen tussen gezondheidsbeleid en armoedebeleid een vanzelfsprekende en noodzakelijke is binnen de ambitie om te komen tot een integrale aanpak. Heeft onze fractie dit dan zo goed begrepen? Hierover zou ik graag nog een bevestiging van de portefeuillehouder willen. Afrondend. Een gezonde leefstijl is vooral een persoonlijke verantwoordelijkheid. Als gemeenteraad en bestuur hebben we de taak om in te zetten op goede informatie en voorlichting om een gezondheidswinst te behalen voor de inwoners van onze gemeente. De nota wordt ons inziens breed gesteund, zowel in deze raad als door de participatieraad. Wij zijn dan ook voornemens om in te stemmen met de nota. Dank u wel. Geen vragen.
CDA-fractie. De CDA-fractie kan er kort over zijn. We kunnen ons helemaal vinden in dit lokaal opgestelde gezondheidsbeleid. We zien wel graag nadrukkelijk genoemd in de komende uitvoeringsvoorstellen hoe de ambities gehaald gaan worden en wat die ambities zijn en hoe ze gemeten gaan worden. Dank u. Ik neem aan dat u vanwege uw korte betoog op uw plaats gebleven bent. ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Continuering van de bewezen de vorige gezondheidsnota, plus daar waar nodig aangevuld met nieuwe accenten. Dat is naar onze mening de essentie, de strekking van deze nota, de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid voor de nieuwe planperiode. En wij hebben ook in de oriënterende ronde aangegeven dat wij met deze lijn kunnen instemmen. We hebben een aantal vragen gesteld aan de portefeuillehouder. Die zijn tot tevredenheid beantwoord, inclusief de toezegging van de portefeuillehouder dat eind 2017, begin 2018 er een tussenevaluatie zal plaatsvinden van deze nota. Wat ook belangrijk is, zeker gelet op de speerpunten in de nota en de gekozen doelgroepen, namelijk jeugd en jongeren, waar toch de meeste gezondheidsproblemen zijn, dat we hebben begrepen dat eind dit jaar nog een gezondheidsmonitor onder de doelgroep ouderen zou worden uitgevoerd. De vorige dateert van 2011, dus ja, alle reden om daar met de actualiteit goed op in te spelen. Voorzitter, samenvattend, wij kunnen als ChristenUnie instemmen met deze gezondheidsnota voor de periode tot met 2019. Dank u. Dank u wel, de fractie van GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Als je in de oriënterende ronde dit stuk een mager stuk noemt en visieloos, en zelfs hebt gezegd dat in het debat die bijna één op één was met de heer Jansen en de rest van de raad toekeek, waarbij ik zei, goh, niemand is hier bezig met de visie. Kunt u van mij zeker niet verwachten dat ik hier mijn instemming aan verleen, want de inhoud is niet veranderd. Het enige wat ik wel kan zeggen wat positief is, is dat wij vorige week dinsdag uitleg hebben gekregen in een hele brede setting over wat nou werkelijk de financiële redenen en hoe dat nou werkt bij de combinatiefunctionarissen. Het minste wat ik had verwacht is dat die wijziging, toevoeging, verheldering nou in dit stuk was meegenomen, was ik iets positiever geweest. Maar als je zo kras zegt wat je ervan vindt, dan trek je je keutel niet in, dus het antwoord is nee. Dank u wel. Het was bij Evan Gaan. Heeft de fractie van de PVD nog behoefte aan? Ga u gang. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt het voorstel Samen Gezond in Hardenberg 2016-2019. We zijn in ons fractieoverleg tot de conclusie gekomen dat het een redelijk zoutloos voorstel betreft, waar we niet voor of tegen zijn. Want waar zouden we dan precies voor of tegen moeten zijn? Er staat eigenlijk te weinig in wat visie of doelen betreft, anders dan het streven naar een gezonder Hardenberg. Daar zijn we overigens voor. Bij de behandeling van het onderliggende voorstel en in de oriënterende ronde en zojuist ook hebben van onder andere het CDA geconstateerd dat het plan te weinig concreet is en geen meetbare doelen stelt. Wij onderschrijven de speerpunten, maar vragen ons af wat er nu daadwerkelijk en concreet gebeurt en hoe wij als raad ook maar enige controle kunnen uitoefenen op dat beleid. De Rekenkamer heeft eerder dit jaar in haar aanbevelingen geadviseerd voorafgaande aan beleid meetbare waarderingsdoelen te stellen. Er is een financiële paragraaf opgenomen en er wordt geld toegewezen. Maar wat zou er nou gebeuren als we niets doen? Wordt Hardenberg dan in één keer een stuk ongezonder? Misschien wel, misschien niet. We willen dan ook heel graag de wethouder oproepen om zijn paraplu, zoals de wethouder dit gezondheidsbeleid omschrijft, vol te hangen met concrete uitwerkingen. Oftewel, zoals in de inleiding staat omschreven, welke uitdagingen we zien om de gezondheid van onze inwoners te verbeteren, wat willen wij bereiken en hoe gaan we dat doen?
U hebt aangegeven dat u met de uitwerking van de 5 speerpunten komt. Tevens hebt u aangegeven dat u binnen een periode van 1,5 jaar met een tussenevaluatie komt. Maar wat gaat u evalueren als de doelen niet concreet en meetbaar zijn? De VVD-fractie zou de wethouder dan ook willen oproepen om dit jaar nog met de uitwerking van de 5 speerpunten te komen. En daarmee aan te geven wat wij daarmee willen bereiken en hoe wij dat gaan doen en hoe wij daar als raad controle op uit kunnen oefenen. De vraag aan de wethouder, bent u in staat om dit jaar met de uitwerking van die 5 speerpunten te komen? We hadden als VVD-fractie hogere verwachtingen en een duidelijke concrete plannen verwacht. Daarbij aanhakend wil ik een concreet voorbeeld voorleggen. Een voorbeeld. Die ziet op een actieve en gezonde levensstijl voor de jongeren. Op dit moment is er een burgerinitiatief gelanceerd voor structureel voedselonderwijs. Youth Food Movement. Een initiatief om voedselonderwijs op alle basisscholen in Nederland te krijgen. Hierbij wil ik dan ook direct de link maken naar het volgende agendapunt. Evaluatie van het armoedebeleid. Armoede. En slechte eetgewoontes, verminderde gezondheid, gaan vaak hand in hand. Ik verwijs onder andere naar een artikel van afgelopen weekend in Trouw met betrekking tot eetgewoontes in achterstandswijken. Voor de aardigheid heb ik bij mij een leerboek dat is geschreven in Jip en Janneke taal en prima uitleg geeft over de voeding. Wat zou er nou mooier zijn dat we als gemeente onze nek uitsteken binnen onze gemeente, een pilot neerzetten ter zake van voedselonderwijs, en dat mogelijk koppelen aan streekproducten uit het Vechtdal. In ieder geval bereik je dan alle doelgroepen en leg je een basis voor gezond voedsel. Symbolisch wil ik hierbij dan de wethouder het boek Etenstijd overhandigen, een boek geschreven voor de hogere groepen van het basisonderwijs. Helaas heb ik maar 1 exemplaar bij me, anders zou ik wethouder De Vent ook een exemplaar overhandigen, want dat zou dan middels de voedselbank mooi verstrekt kunnen worden. Hiermee is dan ook tevens mijn bijdrage voor het volgende agendapunt geleverd. Dank u. Dank voor de bijdrage van de VVD. Voorzitter, ik heb een vraag aan de heer Reiling. Gaat uw gang. Meneer Reiling, de nota is uitdrukkelijk betiteld als een nota voor strategie en hoofdlijnen. Waarbij ook duidelijk in de tekst staat, uitwerking vindt plaats in de uitwerkingsprogramma's. Vindt u dat niet meer een bevoegdheid van het college en wilt u zich niet meer richten op de kaderstelling? Zou u nog één keer, het kwartje valt niet helemaal bij mij. Het gaat over de mate van detaillering die u wilt. De nota is duidelijk, althans zo heb ik het gelezen, staat letterlijk erin, strategie en hoofdlijnen. De uitwerking van allerlei programma's vindt nog plaats. En ik hoor u daarna vragen van wethouder, kom met uitwerkingsprogramma's. Maar is dat niet toch te veel detaillering wat u over moet laten aan het college en aan de professionals? Nou, dat denk ik niet. Want als je geen concrete uitwerking hebt, hoe kunnen wij dan in vredesnaam als raad daar controle op uitoefenen? Daar gaat het om. Je stelt aan de voorkant bepaalde doelen. Meetbare zijn toch voor doelen. De kaderstelling hier en niet voor de uitwerking? Nee, maar goed, daarom vragen we om de uitwerking van die 5 speerpunten. Dat klopt, maar ik wijs er ook op dat de heer Reiding heeft gevraagd of dat dit jaar nog kan. Dat was de kern van de vraag ook. Voldoende voor de heer Van der Gampel. Dank voor uw bijdrage. Dan zijn we rond. Vraag ik het college om met een paar antwoorden te komen. Er zijn immers ook slechts een paar vragen gesteld. Met uw goedvinden zal ik het proberen een beetje korter te houden dan de vorige keer. Want ik denk dat we heel veel dingen gewisseld hebben en dat we heel gemakkelijk in herhaling gaan vallen. Het is ook een beetje van oorzaak en gevolg. Hè. Je komt bij een hele kleine nota van, wij doen nog iets aan gezondheidsbeleid. Nou, laten we dat eens even opschrijven. We doen iets met AED's en we doen een beetje met dit en een beetje met dat. Dan zijn we klaar. Nu ga je zeggen, je maakt een paraplu notitie waarin je zegt van, het wordt altijd dat we integraal eens een beetje kijken wat heeft alles met gezondheid te maken. En we willen de verandering van nadruk op ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Dat is echt een verandering, dat is een moderne. En dan willen we 5 speerpunten pakken en die gaan we uitwerken
En daar gaan we bezig. Deelt u die visie? En bij sommigen krijg ik hem terug van... ja, wil nog eerst even die 5 speerpunten uitwerken... en die even helemaal meetbaar maken, kom dan eens terug. Dan ga je dus van het abstracte niveau... al naar het concrete uitvoeringsniveau... wil je hem al helemaal uitgewerkt hebben enzovoort. Nou is het inderdaad waar dat we niet helemaal bij nul beginnen. Want als je kijkt naar middelengebruik, alcoholmatigingsbeleid... hebben we natuurlijk al een paar jaar iets gedaan... En zijn we ook nu met de samenleving, met al onze ketenpartners al lang bezig dingen te doen. Hebben we ook een aantal concrete doelstellingen liggen, ervan uitgaan dat u die heeft. Maar op die 5 speerpunten komen we elkaar nog wel weer te spreken. En ik heb vervolgens nog een keer gezegd, laten we dan eind 2017, eventueel begin 2018, nog eens even integraal het net ophalen van wat hebben we nou op die 5 speerpunten gedaan, waar zijn we nu? En ik heb u toegezegd, dan geef ik u... een verzameld tussen evaluatie, zodat we op tijd binnen deze 4 jaar, als het ons dan niet bevalt, nog kunnen bijwerken. Die ligt heel concreet in de toezegging bij u. En ondertussen komen er nog verschillende dingen over de 5 speerpunten langs, onder andere uitslagen van monitoren. Ik ga ervan uit dat u die allemaal krijgt. Dus tussendoor is er nog tijd genoeg om, als u met actieve informatieplicht dingen krijgt, te zeggen, maar wacht even, dan spring ik even op de ketting, want dit bevalt me niet helemaal. Ik ben dus eigenlijk redelijk tevreden over dat we hem nu breder aanpakken. Een aantal dingen zeggen, ja, en als dan de VVD zegt, als we nou eens van die 2,7 miljoen die we neergezet hebben, nou eens helemaal niks doen. Ja, dan gaan we dus morgen de GGD afschaffen. En dan gaan we geen JGZ meer doen, hebben we geen consultatiebureaus meer, gaan we niemand meer op de scholen doen. Gaan we dus onze oren en ogen van de jeugdzorg helemaal dichtstoppen, want... daar wilden we juist in het kader van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Wilden we voor alle scholen op dezelfde manier dat zorgniveau hebben. En te zeggen van wij willen niet alleen naar de kinderen kijken. Maar ook naar de ouders erachter als er problemen zijn. Zodat we integraal dingen kunnen doen. Dat is de consequentie van als u, ik snap het best dat het een beetje is van voorzichtig. En als we dan zeggen... de 50.000 voor middelengebruik gaan we niet meer doen. Dan gaan we niet meer ons best doen. En dan pak je toch maar even van de vorige keer terug. Dan gaan we niet meer ons best doen om de cultuur te veranderen van te veel drinken in onze streek. Dat is misschien wel heel liberaal, maar niet zo verstandig, denk ik. Dus laten we nou... wat ik u vroeg was, bent u bij de speerpunten eens? En dan pak ik de boel maar even samen. Ik hoor niemand zeggen, dit zijn de verkeerde speerpunten. Ik hoor wel mensen zeggen, ga die nou alsjeblieft een beetje goed uitwerken. En hou ons daar dan even bij. En denk ik van, dat moeten we vooral doen. Nou, dan probeer ik de boel ook weer bij elkaar te krijgen. En dan denk ik dat ik zelfs mevrouw Van den Hoek daarin wel mee kan krijgen. Dan liggen er nog een paar heel concrete vragen. Partij van de Arbeid, er ligt een belangrijk dwarsverband tussen gezondheidsbeleid en armoedebeleid. Direct gaf mijn collega René de Vent mij nog een kopietje van CBS, waarin nog eens een keer stond van let op, ziektekosten en inkomen hebben een directe relatie. En dat weten we allemaal wel, hè. Laag inkomen, even slecht uitgekomen zijn, betekent vaak dat je minder lang leeft, betekent vaak dat je meer kosten hebt. Dus ik vind dat een hele uitdagende om daar nog eens heel goed naar te kijken. En om ook eens heel specifiek te kijken of we daar dingen mee kunnen doen. Die zullen we goed op ons netvlies houden. Mevrouw Van Veldhuizen, zichtbare en meetbare ambities. Ja, die moeten we bij de uitvoering even helder hebben. Waarbij ik toch nog een keer zeg, het lukt je niet altijd om de cultuur zo snel te veranderen. Maar moet toch proberen. Even kijken, dan heb ik denk ik nog één ding vergeten over voedselonderwijs. Ook dat is een hele grappige. Heel specifiek iets doen aan voedselonderwijs en daar ook nog streekproducten bij halen. Ik zat ook even daar te zoeken naar wat is daar liberaal aan om nou heel specifiek te zeggen wat mensen daar aan moeten doen. Maar aan de andere kant kom ik u makkelijk tegemoet door te zeggen in ons hele jochbeleid daar zit gezondheid, bewegen, voedsel in, ook naar de scholen. En die is, ik kan nou precies zo doen, maar ik vind het wel heel aardig om nog eens heel goed naar voedsel te kijken. Dus vergeef mij het grapje dat ik even maakte over de uitgangspunten, maar we zullen dit meenemen. Ik denk dat ik wel ongeveer door ben en dan dank ik toch wel voor brede steun op de 5 speerpunten. Dank voor de beantwoording, behoefte aan tweede termijn. Partij van de Arbeid.
Uw gang. Ik hoor de portefeuillehouder niet duidelijk zeggen van, goh, hè, dat dwarsverband tussen die twee beleidsterreinen is er. Die zegt, ik ga er naar kijken. Wordt dat dan meegenomen in de tussenevaluatie of een notitie die wij daarover kunnen verwachten? Prima. Duidelijk. Akkoord. Bevestiging op de vraag van mevrouw Kloekhorst, voor degene die niet in de zaal zitten. Dan wil ik overgaan tot de stemming op dit liggende punt. Is er behoefte aan een stemverklaring voor zover nog niet gegeven? Dat is bij D66 het geval. Uit de gang. Voorzitter, dank u wel. Ik wil graag de stemverklaring doen op die plek daar waar het ook hoort. We zijn blij als D66 met de visie van het college zoals die wordt gepresenteerd. We zijn ook blij met het idee dat hier een cultuurverandering plaats zou moeten vinden en dat dit een eerste grote stap is in die kant. En daar werken wij dan ook graag aan mee. Dus vandaar ook onze steun aan dit voorstel. Akkoord. Verder nog behoefte aan stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan wil ik overgaan tot de stemming. Fractie van CDA. Voor. ChristenUnie. Voor. Voor. Fractie van GroenLinks. Nee. Tegen. Fractie van de VVD. D66 voor. Koers voor. Voor. En ik heb er ook voor. Dan is een stuk met meerderheid van stemmen aangenomen. Dan ga ik door naar punt 7. Tussen evaluatie armoedebeleidsplan 2014-2017. Wie mag ik daarvoor het woord geven? CDA, ChristenUnie, GroenLinks. Partij van de Arbeid. CDA, u gaat. Dank u wel, voorzitter. In de oriënterende ronde is dit stuk ook al mooi aan de orde geweest. We vinden als CDA het een mooi document, positieve insteek en getuigen van veel ambitie voor de komende periode. Met name de aandacht die in dit raadsvoorstel en in de tussenevaluatie naar voren komt voor de kinderen die leven in armoede, maar ook voor de mensen die te maken hebben met een schulddienstverlening of daarmee dreigend te maken te krijgen. Het netwerk van voorzieningen, zoals dat genoemd wordt in deze tussenevaluatie, stemt onze fractie positief. Met name ook als het gaat om een goede balans te vinden tussen hulpverlening in de breedste vorm van het woord en de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Het stemt ons ook positief dat de gemeente weer eigen regie wil nemen in gevallen van schulddienstverlening. We hopen dat door dit raadsvoorstel de doelgroep nog meer gebruik zal maken van de voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het sportfonds, nu ook kinderen vanaf 5 jaar al gebruik kunnen maken van het sportfonds, als het gaat om bijvoorbeeld het aanvragen van zwemlessen. In de OR is door het CDA een vraag gesteld over meer recente gegevens, als het gaat om de kinderen die in armoede leven. De gegevens die nu als uitgangspunt voor het nog komende participatiefonds dateren van 1 januari 2013. Het is, zo bleek uit de OR, al bekend dat er sinds die tijd een toename is van dat aantal. Een vraag van ons: kan de wethouder toezeggen dat het budget dat vrijgemaakt moet gaan worden voor het oprichten van participatiefonds niet een mogelijk tekort zou kunnen kennen, omdat het bijvoorbeeld gebaseerd is op kengetallen die wellicht verouderd zijn, maar dat uitgegaan kan worden van recente gegevens? Tot slot, het CDA ziet te zijner tijd graag de meetbare effecten van de ambities die in deze tussenevaluatie genoemd staan. En verder staat de CDA-fractie positief ten opzichte van deze tussenevaluatie en het raadsvoorstel. En wens het college veel succes met de verdere voorbereidingen. Dank u wel. Dank u wel. Vragen zijn er niet. Fractie van de ChristenUnie. Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie vindt de tussenevaluatie armoedebeleidsplan 2014-2017 een goed document. Helder en duidelijk geschreven. Het is ook zodanig informatief wat goed weergeeft hoe de situatie in Hardenberg is en welke voorzieningen en regelingen er zijn. Zoals in de oriënterende ronde ook al is besproken trouwens. We stemmen er van harte mee in dat de kledingbank structureel €6.500 ontvangt. De kledingbank kan zo voortbestaan en hun belangrijke bijdrage blijven leveren. Het voorziet volgens ons in een duidelijke behoefte. Intake schulddienstverlening. De gemeente neemt de intake voor de schulddienstverlening weer in eigen hand. Prima zaak.
Hoe eerder, hoe beter. Laagdrempelig kunnen beter koppelingen en verbindingen worden gelegd. Tot slot, de portefeuillehouder bevordert een beter bereik van begrijpelijke voorzieningen, formulieren en procedures. En dat juicht de fractie van de ChristenUnie van harte toe. Dank u wel. GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. We hebben dit stuk echt gezien als een tussenevaluatie. En daarin is die helder en hij is duidelijk. Wij zijn blij met de stap die zijn genomen om in ieder geval in de ondersteuning van de minima en bestrijding van armoede in ieder geval een vangnet te creëren, dat we dat goed met elkaar doen op de juiste plek. Wij hopen alleen wel als fractie van GroenLinks dat op het moment dat we gaan herijken hoe wij verder gaan met ons minimabeleid en armoedebeleid, ook preventieve maatregelen en beleid daarin terug gaan zien, waardoor we curatief minder gaan doen en preventief harder in gaan steken. In dat in gedachten nemen hoop ik dat ik dat stuk dan wel vol visie en ambitie tegemoet kan zien. Dank u. Partij van de Arbeid. Tussentijdse evaluatie. Heel simpel, we zijn heel blij om te zien dat het beleid effect sorteert. We zijn er nog niet helemaal, maar we gaan er wel komen. Op een aantal punten zijn we er al. Maar tegelijkertijd, ondanks alle inspanningen natuurlijk van de gemeente, lijkt het beleid toch een beetje te worden ingehaald door de werkelijkheid. Als je bedenkt dat de schulden weliswaar stabiliseren, maar dat de duur enorm toeneemt. En ook een zeer zorgelijke ontwikkeling vinden wij zelf, is dat er steeds meer gezinnen zijn die wel een gemiddeld of hoger inkomen hebben, maar desalniettemin vrijwel niks of heel erg weinig te besteden. Dus dan heb je wel een inkomen, maar dan leef je nog steeds in grote armoede. En we maken ons natuurlijk vooral bij kinderen grote zorgen daarover. Als je bedenkt dat 40% van de doelgroep een betaalde baan heeft, dan een vaste baan ook vaak nog, dan klopt het beeld wat we natuurlijk hebben niet altijd. Wij maken ons ook zorgen, omdat er zijn heel veel regelingen en procedures en potjes hier en potjes daar, maar dan moet je altijd aan allerlei criteria voldoen en er zijn steeds meer mensen die daar buiten vallen. En de mogelijkheden die de gemeente heeft om bij armoede te ondersteunen of om schrijnende gevallen te verzachten, dat is wel heel erg ingeperkt door regels en regeltjes en categorieën en criteria enzovoort. Aan de ene kant begrijpen, aan de andere kant denken wij dat het sneller kan. Dus we zijn heel blij dat de wethouder de vorige keer aan ons heeft toegezegd dat hij gaat kijken waar de regels nou echt knellen en wat we nou zouden kunnen doen om met hetzelfde geld misschien door af en toe iets onorthodoxer of iets experimenteler of iets gewaagder te ondersteunen. Ofwel mensen kunnen helpen om het nog erger, dat het nog erger wordt of misschien wel te kunnen voorkomen dat het heel erg uit de hand loopt. Dus we zijn blij met die toezegging en daarmee is ook eigenlijk alles gezegd wat we erover zouden willen zeggen. Dank u wel. Mag ik daar een vraag over stellen? Ga je gang. Mevrouw Luijten, even een vraag van de Partij van de Arbeid. Verbaast me natuurlijk enigszins, hoewel sympathiek, dat u voorstelt om minder regels te introduceren. Vanuit de VVD kunnen dat natuurlijk zeker aanmoedigen. Van harte, neem ik aan. Ja, ja absoluut van harte. Maar ik ben wel even benieuwd hoe u zich dat voorziet. Hè? Want u zegt minder regels, maar de wethouder zal zo meteen ongetwijfeld ook reageren. Maar hoe moet dat in de praktijk nu gaan dan? Hè? Een beetje experimenteren, ja, kunt misschien iets concreter worden. Experimenteren is natuurlijk niet, we gooien het hier eens even wat geld naar buiten en we kijken wel wat ermee gebeurt. Maar de vorige keer is ook ter sprake gekomen, bijvoorbeeld, dat je soms een kind in armoede het meeste helpt met een hele simpele, voor mijn part tweedehands laptop, omdat hij anders op school niet mee kan. Als dat niet mag van de regels, of omdat zijn ouders misschien net te hoog inkomen hebben, maar er is geen besteedbaar inkomen, dan vinden wij eigenlijk, de regels moeten wel het doel dienen en niet andersom. Het kan ook zijn, ik hoorde ook toevallig een voorbeeld onlangs, dat iemand heel graag wilde werken, maar door allerlei problemen in het verleden niet zo representatief uiterlijk had. Door één keer de tandarts te betalen. Deze meneer had 2 weken later opeens een vaste baan, omdat hij toen wel representatief was. Dat staat natuurlijk in geen enkele beleidsplan dat je de tandarts voor mensen gaat betalen. Maar het gaat ons er eigenlijk om dat je als ambtenaar of als gemeente per geval kijkt van met een heel, soms heel klein bedrag, kunnen we in dit geval echt helpen om iemand weer vooruit te helpen. Dus dat bedoel ik eigenlijk met, je noemt het een soort discretionaire bevoegdheid van de behandelend ambtenaar of wethouder.
Dank u wel voor de toelichting. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat van harte kan ondersteunen. Akkoord. Verder geen deelnemers aan de eerste termijn. Dan vraag ik de wethouder om een vraag te beantwoorden. Dank u, meneer de voorzitter. Allereerst dank voor het compliment. Had ik ook in de oriënterende ronde gezegd voor het stuk aan zich. Want armoedebeleid is natuurlijk een complexe materie. En het is wel de kunst om dat helder en duidelijk op papier te zetten. En daarbij heeft ook, denk ik, geholpen dat u allemaal zo'n mooi dashboard hebt gehad om het overzicht te bewaren. Want concreetheid in complexe materie, dat is wel een wens. En die dank geef ik graag door aan de ambtelijke organisatie. Daar blijft natuurlijk altijd nog een grote uitdaging. En daarbij kom ik ook maar gelijk op de vragen die gesteld zijn, ook van meneer Bakhuis. Ja, onze cijfers die we hebben zijn soms gebaseerd inderdaad op een enkele jaren daarvoor. We proberen dat zo actueel te monitoren. In 2017 komt GGD met een nieuw onderzoek. En dan hebben we ook de actuele informatie over armoede bij kinderen. En natuurlijk is het zo, want volgens mij zegt u allemaal kinderen voorop. Hè, als het gaat om armoede, is het zo dat kinderen niet de dupe mogen worden van ontbrekende budgetten. Laat het maar even helder zijn. Dat zullen wij ons te harte nemen. Mevrouw Van der Hoek, preventief curatief, dat is de uitdaging die wij ook voorstaan. Maar daarbij hebben we ook heel veel andere partijen nodig. Zoals u heeft kunnen lezen in de stukken zelf, werken we met heel veel organisaties, maatschappelijke organisaties samen, ook met commerciële partijen. En onze beïnvloedingsmogelijkheid is beperkt als het gaat om schuldproblematiek. Dus laat niet de illusie zijn dat wij hier de armoede gaan oplossen. Dat zeg ik ook maar gewoon zoals het is. Maar we kunnen wel proberen veel aan de voorkant van schulden te komen. En dat doen we onder andere, zoals u weet, met de eurowijzer. Meneer Wilt, schulddienstverlening in eigen hand. Dat is waar we naartoe willen. Want uiteindelijk willen we ook de beweging maken, hè, dat we ook binnen onze gebiedsteams toe kunnen naar die expertise van schuldhulpverlening. Ja, dat is uiteindelijk wel het doel. Dat je ook heel snel aan die keukentafel kunt schakelen. Want dit blijft wel een hele ingewikkelde techniek af en toe. Dat vraagt wel kennis, know-how. En daar maken we nu nog gebruik van de GKB. Maar we hebben ook met de GKB-directeur overlegd en gezegd van we willen die intake naar ons toe halen. En dat gaat ook gewoon gebeuren de komende tijd. Ik kom toch nog even op, dat is misschien wel bijzonder wat ik nu doe, maar op mevrouw Kloekhorst terug. Uit de vorige ronde, als u dat mag, voorzitter. Want u heeft allemaal gehad bij de stukken het CBS-document, de sociale context van armoede. Ik moet zeggen, een bijzonder interessant document, als u nog niet heeft gelezen, om te lezen. Het gaat over 2015, dus even recent. En daarin wordt ook nadrukkelijk de relatie gelegd tussen inkomen en zorgkosten. Dus mag u dat van harte aanbevelen als u nog niet daarvoor de gelegenheid heeft gehad. Mevrouw Luiten, ja, dat heb ik vorige keer inderdaad gezegd. We zijn wel wat op zoek naar de vrije ruimte. Want dat is wat ik ook wel graag zou willen. Ik zeg ook wel eens tegen mijn ambtenaar, die mij altijd van prima adviezen bedient, van we hebben het nou fantastisch mooi voor elkaar. Hè? Als u kijkt, alle regelingen op een rij. Maar die kennen ook allemaal hun eigen dynamiek, hun eigen spelregels, hun eigen voorwaarden. En inderdaad, als je snel moet schakelen, in het voorbeeld wat u net noemde, ja, dan kan dat niet een week of een maand of twee maanden wachten. Het zou toch mooi zijn als we gewoon uit een budget snel kunnen handelen. Uit een bepaald budget die we bij elkaar kunnen vegen. En ik heb gezegd, ik wil eens kijken of we binnen de lokale regelingen daar eens een start mee zouden kunnen maken. Want wettelijke regelingen, daarvoor heb ik ook de minister nodig, heel simpel gezegd. Maar als het gaat om lokale regelingen, daar staan we zelf bij. Dus de uitdaging, die handschoen pak ik op, omdat ik vind dat we anders te veel in een regelcultuur komen, waardoor kansen niet worden benut. En dat kan dus niet waar zijn. Dus die uitdaging ga ik graag aan, voorzitter. En dat was het. Voorzitter, zou de wethouder het ook wat concreter kunnen maken van wanneer we dat kunnen verwachten? Ja, dat kan ik wel. Want ik heb ook gezegd, volgens mij vorige week, wij komen in 2017 met een, dit is een tussenevaluatie, komen met een volgend beleidsdocument. Ik zeg niet beleidsplan, want u mag ook al weten, ik ben niet van de vierjarige plannen meer, want informatie en omstandigheden veranderen snel. Dan willen we echt schakelen op het moment van het jaar waarin we leven en misschien voor twee jaar iets organiseren. Maar dan kom ik in 2017 daarmee terug. Ik vind dat we nu ons moeten aan gaan passen aan een nieuwe tijd. Akkoord. Dank voor de beantwoording op de twee vragen en de reacties op de betogen die hier gehouden zijn. Is behoefte aan een tweede termijn?
Dat is niet het geval. Dan wil ik overgaan tot de stemming. Is behoefte aan een stemverklaring? De fractie van D66. Op uw gang. Dank u wel, voorzitter. Wij hadden geen vragen aan het college omdat de oriënterende ronde erg duidelijk was. Het is een helder geformuleerd, goed leesbaar stuk. Wij wachten nog op een paar andere gegevens die later in het jaar zullen komen. En zien uit naar het nieuwe planstuk document waar we kunnen gaan toetsen wat we gaan afspreken met elkaar. Dank voor de stemverklaring. Verder geen stemverklaringen, ga ik door naar de stemming. CDA voor. Voor. ChristenUnie voor. GroenLinks voor. VVD voor. D66 voor. Op koers voor. Netwaarwet voor. Dan is het plan met unaniem stemmen aangenomen. Ga ik door naar punt 8 van de agenda. Het nominatiedossier Koloniën van Weldadigheid. Wie mag ik daarvoor noteren? Actie van de ChristenUnie. Voorzitter. Van de Raad wordt instemming gevraagd met de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid als UNESCO Werelderfgoed op basis van het voorliggende nominatiedossier. De fractie van de ChristenUnie kan niet anders zeggen dat onze positieve grondhouding voor die nominatie in voorgaande jaren is gebleven. Sterker nog, nu het draagvlak hiervoor door enkele grenswijzigingen van het Ommerschansgebied is verstevigd, zal bij de inwoners van Balkbrug wellicht een stimulerende werking ontstaan om naast het kopje koffie van D66 ook een schanstaartje met slagroom aan bezoekers te kunnen presenteren. Dat hoop ik tenminste. De portefeuillehouder heeft in de oriënterende ronde toegezegd dat nieuwe en goede initiatieven uit bijvoorbeeld Vereniging de Onderschans uit de gebudgeteerde lokale gelden kunnen worden beloond. Dat geeft de vereniging en vast ook de plaatselijke belangen de motivatie om de Ommerschans UNESCO waardig te houden. Dank u wel. Dank voor de bijdrage van de ChristenUnie. Ik heb daarin geen vragen gehoord, dus ik stel voor dat het college een keer niet aan het woord laat. Dan is er dus ook geen, zal er geen behoefte zijn aan een tweede termijn. We gaan meteen door naar de stemming. Behoefte aan stemverklaring, ziet de VVD, D66. Stemverklaring, ja, beginnen bij VVD. Ga je gang. Dank u wel, voorzitter. Ik wil de complimenten overbrengen, zoals ik in de oriënterende ronde gedaan heb, richting de heer De Vent. Ik vind dat hij dit onderwerp uitstekend heeft aangepakt, waar het dossier eerst de andere kant op leek te gaan, is het nu helemaal de goede kant op gegaan. En de fractie van de VVD vindt dat dat ook gezegd mag worden. Akkoord. Fractie van D66. Voorzitter, dank u wel. Onze fractie is enorm trots op het feit dat in onze gemeente een deel van erkend werelderfgoed kan komen te liggen. En ook zijn we trots op het feit dat we deze voorgenomen nominatie gezamenlijk hebben kunnen invullen, onder andere met de bewoners van het gebied. Derhalve het kopje koffie met is nu een welkome aanvulling. Hieruit blijkt overigens dat draagvlak niet altijd ingewikkeld hoeft te zijn. Derhalve zijn wij ook voor het voorstel. Dank u wel. De fractie van Op Koers punt nu stemt voor het voorstel. Nou, had u geen gebruik hoeven maken van de stemverklaring, maar goed. Ga ik over tot de stemming. De fractie van het CDA voor, ChristenUnie voor, GroenLinks voor, VVD voor, D66 Op Koers en Partij van de Arbeid ook. Dan is ook dit stuk met unanimiteit aangenomen. Dan ga ik door naar 8a van de agenda. Dat betreft de motie waarvan de eerste indiener de heer Jonkans is. Dus ik wil hem ook graag als eerste daarover het woord geven. Er is eventueel een motie hier anders, maar de beste plek is in ons midden. Dank u wel, voorzitter. Een tijd geleden hebben we hier ook gestaan. Met een motie voor de afvalwaterdumping door de NAM in Twente, die daarover ging. Nou, die is toen aangehouden. En we hebben gemeend om die nu weer naar voren te moeten halen, omdat er toch een paar ontwikkelingen zijn. U heeft waarschijnlijk wel gemerkt dat de leiding is inmiddels klaar. De SODM heeft daarop certificaten afgegeven waarmee
Economische Zaken het besluit heeft genomen dat er weer gebruik van gemaakt kan worden. Echter tegen dergelijke besluiten is, zoals goed gebruik is, een beroep mogelijk of zienswijze mogelijk. En wij, de bedoeling van deze motie is dan ook dat ons college op te roepen om een zienswijze in te dienen die het verhindert dat eigenlijk die leiding weer in gebruik genomen gaat worden. En waarom? Omdat er ook een verplichting is om te gaan kijken naar alternatieven hiervoor. En die zijn er naar onze mening wel voorhanden. Nou, ik zal na deze inleiding het dictum lezen. Het draagt het college van burgemeesters en wethouders op tot het indienen van bezwaarschriften op de twee besluiten van het ministerie van Economische Zaken met als doel het transport van afvalwater en de injecties ervan in de Twentse ondergrond te voorkomen. Ik ga het over tot de orde van de dag. Dank u wel. Alsjeblieft. Ik wil raadsleden de gelegenheid geven om u ook wat vragen te stellen. En daarna geef ik kort de gelegenheid om eventueel onderling in debat te gaan alvorens we het woord aan het college geven. Vragen. Ik zie de heer Dogger, ik zie de heer Bak, ik zie mevrouw Kelder. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Ik heb vanmiddag even de gelegenheid gehad om het stuk te bekijken. Dus er zijn een aantal vragen zo even bij me opgekomen. En dat is wat u in uw aandachtspuntje over het afvalwater, olieresten, chemicaliën, zout en anticorrosiemiddelen bevat. En dat dit afvalwater derhalve na injectie de ondergrond vervuilt. En dat deze activiteit tevens de risico's op aardbevingen en lekkages naar waterdoorvoerende lagen vergroot. En mijn vraag is van, hoe groot is dat risico dan? Want ik heb dat niet zo 1, 2, 3 paraat. Misschien nu wel, omdat u dit misschien uitgezocht heeft. En dan hoor ik dat graag. Ministerie van Economische Zaken. Ja, ik denk, zo'n ministerie neemt toch niet zomaar een besluit om zo weer toestemming aan te geven. Dus neem ik aan dat het wel goed is. En ik ben heel benieuwd hoe het college hier over deze motie denkt. Nou, uw eerste vraag die ging over of het risico. Nou ja, ik heb het zelf niet onderzocht. Maar ik heb wel van de waterleidingmaatschappij Overijssel, de WMO, wel begrepen dat die daar ernstig op tegen zijn. Omdat er altijd het risico staat dat je contaminatie krijgt van drinkwater, grondwater. En dat zouden we niet moeten willen, omdat daar is al niet zo heel erg veel van in onze provincie. En het risico dat zeg maar, daarmee vervuild wordt, is niet denkbeeldig. Even daar op een reactie. Ik denk dat de WMO net goed overleg heeft met de NAM. Dus ik begrijp dat niet zo goed. Nou, dan weet u veel meer dan ik, maar... Maar dit is ook het gremium om daar aandacht voor te vragen. En dat doen we dan ook. Mag ik nog een vraag voorstellen? Voorzitter, mag ik die vraag stellen? Gaat u gang. En gaat hier eigenlijk om Twents ondergrond? Twents ondergrond. Ja. Dus dat is niet Hardenberg. Dus, Nee, maar de leiding loopt grotendeels over onze gemeente. Dus en wij zijn... En wij zijn van drinkwater wel afhankelijk, ook van andere gemeenten en ook van andere streken. Dus we zouden ons uiteindelijk in onze eigen voet schieten. Als we zouden zeggen van, het drinkwater komt ergens anders vandaan. Maar de leiding loopt wel over ons. Maar ja, goed, die hebben ze nou gerepareerd, dus die lekt niet. Dus laat me zitten. Nee, zo werkt solidariteit bij ons niet. Voldoende van mevrouw Kelder? In eerste instantie wel, ja. Akkoord. De heer Bak. Dank u wel, voorzitter. Meneer Jonkans, ik neem aan dat u op de hoogte bent dat de provincie en de drie gemeenten in Twente inmiddels een brief hebben gestuurd richting EZ. Dus ik ben nu even zoekende wat de bijdrage vanuit Hardenberg daarin kan zijn. Omdat de procedure inmiddels vanuit de provincie is opgestart, waarbij wethouder Lievers volgens mij, of gedeputeerde Lievers volgens mij heel helder is geweest hoe hij tegen het verhaal aankijkt.
Inhoudelijk heb ik heel veel sympathie voor de motie, want er zijn wel degelijk alternatieven. Roy Haskoning, DHV, heeft ook echt onderzoek gedaan wat de mogelijkheden zijn. Er zijn twee alternatieven mogelijk waarbij het op locatie in Schoonebeek gezuiverd kan worden. Maar om terug te komen bij mijn vraag, hoe ziet u de relatie met de brief die nu door de provincie en de drie betreffende gemeenten in Twente zijn ingediend? Nou, daarbij sluit ik aan bij de beantwoording die ik net ook aan mevrouw Kelder gaf. Ik bedoel, wij geven gelegenheid voor het transport. En ja, dan kun je ook wel zeggen, waarom doen die andere drie gemeenten moeite om een zienswijze in te dienen? De provincie doet het al. Nou, ik denk dat het getal daarin wel degelijk uitmaakt en dat we de zorg die in deze gemeente leeft, dat we daar lucht aan moeten geven. Helder, dank u wel. Akkoord, de heer Dogger, gaat u gang. Voorzitter, ik hoor de heer Jonkans nu aan het eind zeggen dat het hem eigenlijk dus gaat om die transportleidingen hier door onze gemeente. Heb ik dat goed begrepen? Nou, u heeft goed geluisterd, want er gaat inderdaad, de transportleiding gaat door onze gemeente. Ja, dat klopt. Maar wat is nu precies het doel van deze motie? Wat zou die motie te moeten bewerkstelligen? Daarvan hebt u in uw betoog gezegd, doel moet zijn dat die leiding niet in gebruik wordt genomen. Het doel moet zijn dat die leiding niet in gebruik genomen moet worden, omdat daarmee dat afvalwater in de ondergrond dichtbij onze gemeente in de ondergrond wordt gespoten. En in tegenstelling tot wat ik net zei, het is niet WMO, maar Vitens die ons water regelt. We zijn daarbij afhankelijk van het drinkwater. En als dat contaminaties oplevert, dan hebben wij geen drinkwater meer. Of zullen we daar in de toekomst veel meer voor moeten gaan betalen. Ja, dus u bent het wel mee eens dat dus als deze motie wordt aangenomen en de leiding wordt niet in gebruik genomen en de NAM zou besluiten om met 150 vrachttankwagens dagelijks van Schoonebeek naar Twente te rijden, dan gaat u wel akkoord? Nee, want dan heeft u niet goed geluisterd naar het dictum. Want het heeft als doel dat het transport van afvalwater en de injecties ervan in de Twentse ondergrond voorkomen dienen te worden. Ja, en is dan het indienen van het bezwaarschrift wat u betreft het ultieme middel daartoe? Wij roepen op het college met de ambtenaren die tot hun beschikking staan om daar een fantastisch verhaal van te maken om dat te voorkomen. Nee, dat is niet antwoord op mijn vraag, dat is wel het antwoord wat u geeft. Het is maar wel een antwoord op uw vraag, maar het staat u misschien niet aan, dat is wat anders. Nee, het staat me ook wel aan, alleen ik kan er niks mee, dus vandaar een verhelderende vraag. Als je een bezwaarschrift gaat indienen, moet je argumenten hebben. Ja. En welke argumenten hebt u om het besluit wat EZ heeft genomen, om dat aan te vechten? Welke argumenten daarvoor zijn er? Nou, die argumenten die hebben we in de overwegingen ook al aangegeven. Vorig jaar is er een lek geweest, ze hebben nu de boel gerepareerd. Maar dat biedt nog geen garanties dat er nooit weer een lek op zal treden. Als u de krant leest, ziet u dat bij Axel soortgelijke zaken aan de hand zijn met de zoutwinning. Nou, het risico bestaat dat er bij de NAM minder alert wordt gereageerd en dat er weer vervuilingen gaan ontstaan. Er zijn risico's in de ondergrond van Twente, contaminaties. Het zijn allemaal redenen, ik heb ze net allemaal genoemd, waarom we dat niet zouden moeten willen. Maar ik denk als u toch het dossier kent. Nee, staat u nog één voorzitter, als kan nog één punt. Alle argumenten die u nu noemt, die heeft de minister meegenomen in zijn afweging om dit besluit te nemen. Dus ik hoor hier geen nieuwe argumenten waarom je dus bezwaar zou moeten aantekenen. Als je bezwaar gaat aantekenen, dan zul je argumenten moeten hebben, zul je een procedure moeten starten, zul je risico's moeten incalculeren dat je die procedure of het bezwaar verliest, dan zul je eventueel in hoger beroep moeten gaan, je zult naar de Raad van State moeten. Met andere woorden, ik kom terug tot mijn stelling. Ik denk niet dat deze motie iets toevoegt, iets bewerkstelt wat we willen. Namelijk, wat u wilt, is dat er geen injecties plaatsvindt van afvalwater. En is daar niet een beter middel voor? En dan sluit ik ook een beetje aan bij wat de heer Bak zegt. Van, hey, kunnen wij nu niet gezamenlijk gaan optreden zoals de provincie en een aantal gemeenten dat ook doet, om met name richting de Tweede Kamer ons geluid te laten horen? En omdat daar ook aanstaande donderdag volgens mij ook over dit onderwerp gesproken wordt. En daarom mijn advies om deze motie als zodanig, ja, daar kunnen we denk ik op dit moment niet zoveel mee. Mevrouw van der Hoek. Ik krijg als mede-indere toch enigszins jeuk om me er tegen aan te bemoeien. En wat u net zei, meneer Dogge, dat is feitelijk wel waar het werkelijk om gaat.
willen wij geluid maken in de Tweede Kamer en willen wij kenbaar maken dat wij de risico's op ons grondgebied niet meer wensen. En we weten wat er in Holthemen is gebeurd. We hebben ook rapportages gezien in de vorige keer dat wij een motie hier indienen gezamenlijk. Wat de vervuilde gronden hier voor risico's met zich meebrengen, ook voor ons agrarisch, maar ook voor ons natuurbehoud. En het risico voor het grondwater. Op het moment dat wij zeggen hier, nou ja, weet je, een ander doet het al, wat is de toegevoegde waarde? Daarmee disqualificeert u zich zelf, want wij zijn volksvertegenwoordigers. Het is onze taak om rugbaarheid te geven aan dat wij risico's niet willen nemen. Op het moment dat je deze motie op deze wijze neemt en de wethouder even afwacht over hoe hij hierin staat, want ik mag toch aannemen dat een wethouder die er bovenop zit hier toch echt een mening over heeft. Wellicht dat daar dan meer vragen worden beantwoord. Ik vind tot nu toe hebben wij de gematigde houding van het CDA als vreemd ervaren, gezien hoe uw eigen fractie in de Tweede Kamer en de Staten wel degelijk stelling neemt. Het bevreemdt mij hoe u hier de vraagstelling überhaupt doet. Dit gaat over ons grondgebied. Helder. Nee, ik word er toch op graag op reageren. U mag ook reageren en verheugt mij ook dat u met elkaar in debat gaat, maar ik wil de heer Jongers ook even de gelegenheid geven om te gaan zitten, anders staat u hier zo lang. Terwijl de partijen onderling in discussie zijn, dus u mag voor mij ook gewoon vanaf die plek mee in de discussie. Ik had het idee dat het onderling debat al iets begonnen was en geef ik het eerst het woord aan de heer Dogger, maar ik heb ook de heer Bak gezien, die mag ze daarna. Ga de gang. Voorzitter. De opmerking van mevrouw Van den Hoek dat het CDA zich dit dossier niet aantrekt, daar kwam het wel op neer. Daar werp ik verre van mij. Ik zal dit ook onderbouwen, want ik heb ook nadrukkelijk aan de heer Jonkans gevraagd of de zorgen die er zijn omtrent moeten we wel of niet met dat injecteren doorgaan. Daar ligt de kern van wat hij graag wil bewerkstelligen, dat die injectie in elk geval op dit moment niet doorgaat, want er is nog een evaluatie. En daarvan heb ik gezegd, van is dan het middel van deze motie met deze strekking het beste? En toen heb ik aangegeven dat ik dan denk meer op de lijn van de heer Bak te zitten om aan te sluiten bij de acties die nu politiek ook plaatsvinden vanuit zowel de provincie als een aantal andere gemeenten. En ik denk dat dat effectiever zal zijn in het licht van de komende behandeling in de Kamer aanstaande donderdag dan dan op dit moment met een motie van deze strekking te komen. Nou, als ik daarop mag reageren, want het was wel degelijk ook nog een vraag aan mij. En ik denk dat het wel zeker, het ene hoeft het andere namelijk niet uit te sluiten. Ik bedoel, het is in ieder geval vrij om zich bij de andere initiatieven aan te sluiten. Maar ik denk dat dit ook een mogelijkheid biedt. Akkoord. Ik geef eerst het woord aan de heer Bak. Het gaat hier volgens mij om, en daar tref ik de heer Dogge, het gaat erom hoe ga je de meeste invloed uitoefenen. En ik ben niet overtuigd dat deze motie de meeste invloed gaat uitoefenen. Dus als de heer Jonkans mij duidelijk kan maken waarom deze motie de meeste invloed gaat uitoefenen, dan ben ik bereid om deze weg te kiezen. Maar vooralsnog zeg ik, laten we alles inzetten en het juiste signaal afgeven zoals nu ook de provincie en de andere drie gemeenten gedaan hebben. Laten we ons daarbij aansluiten, want dan hebben we volgens mij meer invloed. En dan beïnvloed je de Tweede Kamer en ligt het op de plek volgens mij waar het hoort. En dat is los even van opvattingen die we hier volgens mij met elkaar wel delen over met de toestand van de grondwaterinjecties en de inhoud daarvan. Maar nogmaals, en ik wil er ook best nog wat argumentatie aan toevoegen, als dat kan helpen. Ik denk dat we strategisch moeten kiezen hoe we de meeste invloed gaan aanwenden. En wat mij betreft is dat aansluiten bij de overige gemeenten richting de Tweede Kamer. De heer Jonkans, ik zie dat u... Ja, ik blijf erbij van, helemaal prima om dat te doen, maar dit helpt ook mee. En het is... Dit is misschien een wat formelere route om dat aan te kaarten, maar die moet wel degelijk worden gedaan. Maar als je dit laat lopen en je zegt van, oh, maar het maakt niet uit, want de minister van Economische Zaken heeft in zijn onbegrensde wijsheid zo besloten. En wie zijn wij daar nog om aan te tornen? Nee, wij kennen die informatie ook, alleen wij geven daar een andere weging aan en wij bestrijden het besluit. Akkoord. De status van het debat is volgens mij zo dat een aantal partijen zeggen en... En een aantal partijen zeggen, nou, misschien is het beter om gewoon voor een steviger signaal te kiezen of een ander signaal wat voor hen meer zin heeft. Misschien is het goed dat we even een reactie vragen van het college. Akkoord? Dank u, meneer de voorzitter. Volgens mij gaan hier wat dingen door elkaar. We hebben ook wel eens gezegd tegen elkaar, ook in het college,
Waar je eigenlijk zich fundamenteel met elkaar over zou moeten praten, is over wat willen we nou in onze ondergrond. Want we praten nu over een leiding die er ligt, die dan weer hersteld is en in gebruik genomen gaat worden. Heel vaak getest, ik bedoel veiligheid voorop, dat zegt ook de NAM. Maar we moeten zouden met elkaar, en dat is ook een behoefte die ik proef in de regio op dit moment, daar nog eens een keer fundamenteel het debat over moeten hebben. Want dan kom je ook over het debat over duurzame bron, energiebron. Dus hebben we olie versus, nou ja, volgende week hebben we met de Raad volgens mij een bijeenkomst over duurzaamheid. Daar wil ik niet op vooruit lopen. Maar dat zijn wel onderwerpen die daarin terugkeren. Dus het debat over die ondergrond, die wordt ook gevoeld in Twente, bij de provincie, en die zal er ook komen. Dat is één. Twee is natuurlijk, wat doen we met going concern dingen? De pijpleiding die er ligt, die kapot was, die hersteld is, die in gebruik genomen moet gaan worden. Waarbij ook de discussie natuurlijk kwam van ja, is dit nou dan ook de beste methode die we toepassen? Nou, daarvan heeft de minister toen gezegd, ik snapte de commotie daaromtrent. En ik was van plan om die methode te evalueren, maar die haal ik nu naar voren gelet op wat er gebeurd is. Dat heeft hij dus ook gedaan. Die evaluatie heeft voor een deel nu plaatsgevonden, zeg ik, want die is nog niet afgerond. Want er is ook gezegd, we gaan op zoek naar alternatieven. En er zijn er inmiddels 4. En ik sluit er maar niet uit dat er nog wel een 5e komt. En een ander alternatief is dat het gewoon zo blijft zoals het is. Even heel plat, hè? Dat is waar we nu voor staan. Waar wij als college naar hebben gekeken is vooral ook van het proces wat nu plaatsvindt. Want wij zijn ook gevoelig voor de discussie. Wij hechten ook aan onze ondergrond. Maar we vinden ook belangrijk dat het proces van het onderzoek naar alternatieven eerst wordt afgerond voordat je een volgende stap kunt maken. Dus, we hebben ook gezegd, en dat heb ik vorige week gedaan, contact gezocht met de collega in Twente. We weten hoe de provincie in de wedstrijd zit. En als je het allemaal belangrijk vindt in de regio, dat die ondergrond op een goede manier wordt gebruikt, dan moet je misschien met elkaar ook maar één lijn trekken. Dus dat hebben we gedaan. We hebben vanochtend in het college de lijn gevolgd die ook in Twente en door de provincie wordt ingezet. Dat is nadrukkelijk inzetten op eerst goede afronding, kwalitatieve afronding van de evaluatie, waarbij de alternatieven zijn gewogen, zodat de minister eind van het jaar, want dat is de route, een definitief standpunt kan innemen over het in gebruik nemen, al dan niet, van deze pijpleiding. Dus ja, we hebben bezwaar aangetekend tegen het moment en de discussie over wat gaan we straks in de toekomst doen met die ondergrond, die gaat er nog volgen. Dus we hebben gehoor gegeven, ook aan de oproep die we van onze Twentse collega's hebben gekregen. En ook vanuit de provincie. Dus daarin hebben we gezamenlijk opgetrokken. En het bijzondere is denk ik wel om te melden dat het niet alleen gaat om de Twentse gemeente waarbij de pijpleiding door het gebied gaat, maar ook andere Twentse gemeenten hebben zich inmiddels geschaard achter dit verhaal. Dus we hebben als regio een vuist gemaakt. En met die vuist kun je ook naar de Tweede Kamer toe. En kan ook donderdag de discussie plaatsvinden. Dank u wel. Dan geef ik in een tweede termijn de mogelijkheid tot vragen, discussie, debat, schorsingen, intrekkingen. Wie? Partij van de Arbeid. Ja, ik was aangenaam verrast door de bijdrage van de wethouder, maar eerlijk gezegd heb ik nog geen oordeel gekregen over onze motie. Dus daar ben ik eigenlijk nog wel benieuwd naar. Dat miste ik ook. Ik proefde iets van overbodigheid, maar misschien kan de wethouder daar nog op reageren. Ja, overbodig klinkt altijd wat heel streng en zo van, nou ja, wat is de waard? Ik snap uw betrokkenheid, voel het betrokkenheid. Volgens mij hebben we het allemaal over hetzelfde onderwerp in dat opzicht. Dus ik denk dat een motie niet nodig is, want het signaal, u krijgt het morgen op papier van ons bij alle stukken. Daarin kunt u lezen hoe wij kijken zeg maar, naar het vraagstuk. Waarin we nog niet een expliciet uitspraak doen over we willen die leiding niet meer door ons gebied. Hè? Want ik heb gezegd, ons bezwaar is nu gericht op het proces. Laten we eerst maar eens even alle alternatieven goed op rij zetten. En tot die tijd niet in gebruik namen van die pijpleiding. En dus in dat opzicht is hij in mijn opzicht nu overbodig. Want volgens mij praten we over hetzelfde. Voorzitter. Misschien is de term overgenomen beter. Met dien verstande dat de dictum opdraagt tot geen transport en geen injectie en het college bezwaar maakt om het proces dat nu gaande is. Met die kanttekening, heeft u dan behoefte aan
een schorsing. Vijf minuten. Schorsen voor vijf minuten. Goed, ik heropen de vergadering. En ik wil het woord graag geven aan de fractie van de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals ik al in mijn reactie eerder aangaf, zijn we hartstikke blij met de reactie van de wethouder dat hij op een andere manier dit punt ook heeft aangepakt. En hij heeft ons ervan over kunnen overtuigen dat dit voorlopig dat apart gaan bewandelen. Echter, we trekken de motie niet in, maar we houden hem aan. Zodat, mocht het noodzakelijk zijn, halen we hem weer van stal. Akkoord, de indieners houden de motie aan. Mag ik dan constateren dat de meerderheid van de raad akkoord is om dit agendapunt van de agenda te voeren? Dat is het geval. Voorzitter, maar volgens mij kan dat niet. De agenda is vastgesteld, dus dan kun je hem zo niet afhalen. Heer Van den Berg, we hebben daarvoor het reglement van orde bekeken. En geconstateerd dat datgene wat bij collegevoorstellen staat, namelijk dat de meerderheid van de raad benodigd is om een agendapunt van de agenda af te voeren, benodigd is voor collegevoorstellen. Het hoofdstuk moties vernoemt dat lid niet. Nu geef ik u de mogelijkheid om gebruik te maken van het lid van het collegevoorstel. Maar bent u serieus voornemens om dit punt op de agenda te laten staan? Anders zou ik graag, ook gezien de tijd, willen constateren dat de meerderheid van de raad voornemens is om dit punt van de agenda af te voeren. Voorzitter, ik zou hem maar graag op de agenda laten. We hebben de agenda vastgesteld, dus ik zou hem gewoon in stemming brengen. Fractie van wordt niet in stemming gebracht, want we houden moment, hem aan. Moment. Haha, maar het is een agendapunt en een agendapunt moet besproken worden. Juist, en die is nu besproken. Heer Van den Berg, ik had het moment ook al genoemd. Fractie van de ChristenUnie, bent u akkoord mee om dit punt van de agenda af te voeren? Ja, wat ons betreft wordt die afgevoerd met de toezegging van de wethouder. Akkoord, van GroenLinks ook als mede-indiener neem ik aan. De VVD-fractie. Akkoord. Akkoord, D66. Twijfel. Nee hoor, akkoord. Akkoord, op koerspunt nu. Akkoord. Akkoord, de Partij van de Arbeid is akkoord als akkoord. Indiener. Dan ga ik constateren dat de meerderheid van de raad besloten heeft om dit punt van de agenda af te voeren en volgt er geen besluit. Goed, kom ik bij de motie van GroenLinks. Agendapunt 8b, de motie van GroenLinks. Mevrouw van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Allereerst mijn excuses voor de wijze waarop dit op de agenda is geplaatst. Heb ik uitgelegd, maar dat verdient geen schoonheidsprijs. Maar dat neemt niet weg dat dit voor ons wel een serieuze zaak is. In de actuele vragenronde hebben we deze vraag gesteld aan de wethouder. En wij dienen hem toch in, omdat het antwoord niet afdoende is wat onze fracties betreft. Wij vinden namelijk dat er niet gekeken moet worden of er signalen zijn dat er behoefte is aan informatie, maar dat je de plicht hebt naar de burger om ruimte te bieden om informatie te halen. Dat is niet vraaggestuurd, wij doen een aanbod in dit geval. Om het dan te versnellen, het dictum is dan ook met klem een verzoek te doen richting provinciaal bestuur van Overijssel tot het organiseren van een informatiebijeenkomst van de bodemverontreiniging en saneringswerkzaamheden op Hardenbergs grondgebied en deze te faciliteren en dit te organiseren voor 31 oktober 2016. Akkoord. Zijn er vragen aan mevrouw Van den Hoek? Ik zie de heer Bak. Ga de gang. Dank u wel, voorzitter. Ik vind het een sympathiek voorstel. Ik twijfel hier echter over of dit het wenselijke resultaat gaat brengen. De wethouder noemde net ook al even dat de wethouder zelf geen signalen heeft ontvangen dat het noodzakelijk zou zijn. Sterker nog, ik heb signalen dat in ieder geval bij de ondernemers, bij de agrariërs, geen sprake is aan behoefte daarvan. Sterker nog, ze zijn zeer terughoudend. Dus ik vraag me oprecht af of dit voorstel de juiste uitwerking gaat krijgen. En ik
zou ik mevrouw Van Hoek op dit moment ook even afraden. En ik zou het wat anders formuleren. Ik zou de wethouder vragen om te inventariseren of er behoefte is. En mocht de behoefte er zijn, dan de actie richting het provinciebestuur te doen. Voorzitter, als ik gelijk mag reageren. Een andere wethouder heeft vandaag gezegd dat wij hier volksvertegenwoordigers zijn en stem geven aan wat er eventueel nodig is vanuit de bevolking. En op het moment dat onze fracties aangeven dat die behoefte er is, dan kunt u ervan op vertrouwen dat dat in ieder geval op een goede manier tot stand is gekomen. Wat u aandraagt over het feit dat er misschien ook een terughoudendheid is, dat is waar het denk ik wel om gaat. Wij vinden dat als er terughoudendheid is, ook de ruimte geboden moet worden om informatie te halen op een vrijblijvende wijze. En dat dat misschien belangen op persoonlijk niveau wellicht in gedrang komen als ze het individueel zouden moeten doen. Daarmee denk ik dat ik uw vraag beantwoord heb. Akkoord, ik kom terug bij de heer Bak. Daar zag ik mevrouw Kelder en de heer Dogger ten derde. Nou, daar verschillen we dan toch wat van mening, mevrouw Van Hoek. Want ik vind dat het te veel op het spel komt staan. En soms moet je zaken ook even op zijn beloop laten en de tijd nemen om dat zijn uitwerking te laten hebben. En met andere woorden, kijk ook hoe groot het probleem op dit moment en hoe urgent het is. En naar mijn mening kan het best even wachten en kunnen we eerst naar een inventarisatie toe wat de echte behoefte is. En van daaruit eventueel naar de volgende stap. Dus ik raad toch met klem af om het op deze manier te doen. Begrijp ik dan goed, voorzitter, dat de VVD hierbij zegt dat hij het initiatief op zich niet slecht vindt en misschien zelfs kan ondersteunen, maar dat de tijdsdruk wat hem betreft te snel is? Zo kunt u het verwoorden. Akkoord, mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hadden al niet veel tijd om dat te bekijken. Dus mijn vraag is toch wel van, ja, behoort dit dan ook taken? Dat de taken van ons gemeentebestuur, dat de raad en het college samen. Dus ik wil ook wel graag een reactie van de wethouder hierover. Voorzitter, ik kan me voorstellen dat op koers natuurlijk een reactie van de wethouder hierop wil hebben. Maar als ik ook even kort mag. Ik begrijp wat u zegt. Maar wij zijn die volksvertegenwoordiging, zoals ik eerder zei, van onze gemeente en van onze inwoners. Ons is ook te oren gekomen, en dat is vanuit provinciale staten van meerdere fracties. Op het moment dat wij niet kenbaar maken dat er een behoefte is, er in ieder geval geen verzoek gaat komen. En de NAM heeft expliciet aangegeven op verschillende manieren, ook in de media, maar op andere wijze, dat als het verzoek niet komt, zij de noodzaak ook niet zien. Akkoord, de heer Dogger. Dank u wel, voorzitter. Toch mooi dat je aan het begin een rondvraag hebt, want dan heb je al het antwoord van het college. En daar heeft toch even nu tijd gehad in deze lange vergadering om op te laten inwerken. Want ik vraag me af hoeveel licht zit er nu tussen datgene wat nu in de motie ligt en datgene wat de wethouder in feite heeft gezegd. Want hij zegt van, ik ben best bereid om naar het provinciehuis te gaan, om daar eens in gesprek te gaan of ze daar ook signalen hebben ontvangen. En als daar wel signalen zijn, want ik heb ze niet, zegt hij zelf, als daar wel signalen zijn, dan zouden we eens kunnen kijken of wij die kar misschien moeten gaan trekken om iets te gaan organiseren. Nou, en dat, die insteek van het college is in feite een soort toezegging op de motie, zei het, dat de motie een heel stringent, dwingende opdracht geeft. En daarmee kom ik tot de conclusie dat hetgene wat de wethouder in feite heeft toegezegd, wat mij betreft voldoende is en dat daarmee de motie overbodig wordt. Dank u wel. Voorzitter, blijkbaar verschillen we vandaag heel veel van mening in nuance. Ik ben begonnen om te zeggen dat wij het antwoord van het college onvoldoende en mager vonden. Dat komt omdat dat in de oriëntering gaat over vraag is vanuit mensen of er belangstelling zou zijn. Dat is dus vraag gestuurd. Wij geven aan dat we vinden dat we aanbod gestuurd moeten zijn. Oftewel, je gaat vanuit jezelf zorgen dat er een mogelijkheid komt. Mocht daaruit blijken dat er geen behoefte is, dan blazen we de boel af. Maar ik vind dat over zo'n gevoelig onderwerp, wat op zo'n lange termijn effecten gaat hebben, vanuit ons zelfstandig actie ondernomen moet worden. En we zijn hier met elkaar een ster in om de Zwarte Piet en de verantwoordelijkheid steeds door te zetten naar het bevoegd gezag. En daar ben ik ook een onderdeel van, voordat u gelijk in de vlekken schiet. Maar wij vinden wel dat je nu soms de lead moet nemen en niet moet afwachten of er voldoende animo is. Ik vind dat dat onze plicht is. Voorzitter, ik stel alleen maar vast dat mevrouw Van der Hoek in deze motie in de constateringen stellingen opwerpt. Dat van verschillende kanten is aangegeven dat bijvoorbeeld de behoefte aan informatie al op een andere manier gedeeld is. Dan wel is aangegeven van jongens, we hebben daar geen behoefte aan. Ik verwijs ook even naar de woorden van de heer Bak. En ik denk dat de insteek van het college, zoals die is verwoord in de actuele vragenronde, dat een hele mooie insteek is. Laten we die eerst maar eens afwachten.
akkoord. Het woord college en wethouder is al een paar keer gevallen. Mevrouw Kelder wil ook specifiek een reactie van het college. Dus daarvoor dat we dat dan nu gaan doen. Dank u wel, voorzitter. Ja, mijn antwoord is niet anders dan dat ik in het begin termijn heb genoemd. Dat is de insteek die ik kies. Het bijeenkomst moet geen doel zijn, maar het is altijd een middel. Dat is een middel om onrust en zorgen met elkaar te delen. En dat is eigenlijk het doel van het verhaal. Dus ik wil eerst ophalen en als blijkt dat er heel veel signalen zijn, en vanuit welke hoek die er nou komen, dat laat ik maar even voor u. Maar ik ga in ieder geval met de partijen in gesprek die erbij betrokken zijn, want die hebben ook een communicatie- en informatieplicht. En als blijkt dat bijvoorbeeld ook een plaatselijk belang zegt, hè, want laten we even vooral naar onszelf toe halen, van er is behoefte aan, wie ben ik dan om te zeggen dat ik dat niet zou willen? Maar ik wil eerst dat helder hebben. Dank u wel. Ontraadt u daarmee de motie? Ik zou zeggen, in de ultieme vorm zoals die nu is gesteld, wel. Maar volgens mij in de strekking praten we over hetzelfde. Helder. Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen aan de portefeuillehouder? Ja, gaat u gaan. Als ik het bij het actuele vragenronde goed begrepen heb, en corrigeert u me als ik het niet goed gehoord heb, wilt u ook in gesprek met de NAM? De VVD wil u dat toch ontraden en even vragen om daar de rust te bewaren en niet direct daar de vragen te gaan stellen, maar even terughoudend te zijn en daar even wat tijd te nemen. Ik zal een zorgvuldig proces organiseren. Dank u wel. Behoefte aan tweede termijn, vragen, debat, schorsing. Voorzitter, we denken niet dat een schorsing noodzakelijk is en dat we gewoon overgaan tot stemming en kijken wat eruit komt. Akkoord. Er is verder geen behoefte aan de tweede termijn, merk ik. Dan wil ik overgaan naar de stemming. Geef ik eerst de ruimte voor een stemverklaring. Voorzitter. Ik zit even. Ik kijk of er nog een tweede termijn is. Want mevrouw Van der Hoek geeft nu aan dat de motie toch, ondanks het advies van het college, in stemming wordt gebracht. En ik denk dat dat misschien de vraag oproept of het dan toch nog behoefte is aan een tweede termijn of een schorsing. U zal net op tijd zijn. En die behoefte hebben wij wel. U wilt een korte schorsing? Ja. Minuut of vijf? Ja. Akkoord. Voorzitter. Volgens mij zijn we eruit, voorzitter. Ja, ik geloof dat de tekst wordt onderling op dit moment aangepast, toch? Of bent u zover? Oh. In dat geval kunnen we natuurlijk meteen van wal steken. Geef ik ook meteen het woord aan u, mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. U heeft gezien dat er forse beraadslagingen zijn geweest, maar wij hebben het dictum veranderd met elkaar. En we hopen dat dat ook de instemming van het college kan krijgen. Wij hebben het veranderd naar draagt het college op. Ik dacht dat ik het kon lezen. De inventarie, nee, sorry. Nou, dan kan ik ondertussen mooi de opmerking maken dat u het college niet overtuigen hoeft. Als u de raad mee heeft, is dat voldoende. Ja, sorry, jouw handschrift. Gaat u nu bij de hand worden, voorzitter, op dit late tijdstip? Het wordt erg laat. Voorzitter, als u mij toestaat. Draagt het college op in overleg te gaan met provinciaal bestuur Overijssel over de behoefte tot het organiseren van een informatiebijeenkomst over de bodemverontreinigingen en saneringswerkzaamheden op Harbergs grondgebied en deze te faciliteren. En de raad hierover te informeren uiterlijk 1 december 2016. Akkoord. Het was toch al een bijzondere avond, dus de bijdrage van die locatie kan er nog wel bij. Ja. Nee, Dogge van GroenLinks. Nou, mensen, laten we proberen vanwege de tijd enigszins dit was tempo Dogge van het CDA. Ja, precies. Tempo in het verhaal te houden. Heeft u de tekst op daar op papier, heer Dogge, of zouden wij de tekst mogen hebben voor het verslag, of is dat lastig? Ja, dat kan. Die mag je niet hebben. Anders dan kom ik straks maar even bij. Heeft iedereen voldoende kennis kunnen nemen van het dictum dat aangepast is? Ik hoor wat geluiden achter mij, maar ik vraag toch even om de stilte in de zaal te bewaren. Dan breng ik het voorstel in stemming. Ik was zojuist ook al aangekomen bij de stemverklaring, maar had daar nog geen mogelijkheid voor gegeven. Geef het nu wel alsnog. Daar wordt toch gebruik van. Mevrouw Kel. Ja, bij deze wil ik dan zeggen dat we tegen zijn. We hebben voldoende aan de woorden van de wethouder.
En laat dit duidelijk zijn. Akkoord. Volgens mevrouw Kelder is de motie overbodig. Stemverklaring van de heer Dogger. Dank u wel, voorzitter. Dit aangepaste voorstel van GroenLinks en ChristenUnie kunnen wij van harte mee instemmen. Akkoord. Stemverklaring van D66, daarna VVD. Voorzitter, dank u wel. Wij achten overigens, net als op koers nu, deze motie totaal overbodig, omdat de wethouder dit al in meerdere malen heeft toegezegd te gaan doen. Dus stemmen wij derhalve ook tegen. Actie van de VVD. Met de nodige zorgvuldigheid die nu genomen is, kunnen wij deze motie ondersteunen. Akkoord. Verder geen behoefte aan stemverklaringen. Dat is wel het geval. Partij van de Arbeid. Ja, wij hechten zeer aan het serieus nemen van collega raadsleden als die in een volksvertegenwoordigende rol zitten. En we zijn blij dat het compromis er ligt en we zijn daarvoor. Akkoord. Kan ik dan nu overgaan tot de stemming? Dat is het geval. CDA. Voor. ChristenUnie. Zijn mede in de diner voor. Akkoord. Voor GroenLinks, voor VVD, voor D66, tegen. Op koers, punt nu, tegen. En de Partij van de Arbeid voor. Dan is agendapunt 8b met meerderheid van stemmen aangenomen. Ga ik door naar de lijst met hamerstukken. Voorstel verordening bedrijven investeringszone, de BIS in het centrum van Hardenberg. Behoefte aan een stemverklaring. Is niet het geval. Ga ik over naar de stemming. CDA. Voor. ChristenUnie. GroenLinks. Voor. VVD. Voor. D66. Op koerspunt nu. En Partij van de Arbeid. Voor. Aldus aangenomen. Punt 10. Voorstel verordening bedrijven investeringszone BIS in het centrum van Dedemsvaart. Behoefte aan een stemverklaring is niet het geval. Ga ik over naar de stemming. CDA. Voor. ChristenUnie. Voor. GroenLinks voor VVD, D66 op koerspunt nu. Partij van de Arbeid ook voor aldus. Aangenomen, kom ik bij punt 11 van de agenda. Derde wijziging gemeenschappelijke regeling GGD IJsland, behoefte aan stemverklaring. Ook niet het geval, ga ik over tot de stemming. CDA voor. ChristenUnie voor. GroenLinks voor VVD, D66 op koerspunt nu en Partij van de Arbeid aldus aangenomen. Kom ik bij punt 12. Ingekomen stukken tot en met 30 augustus 2016. Stemverklaring. In dit geval gaat u akkoord. Met algemene stemmen is dat het geval. Aldus kom ik bij punt 13. De rondvraag van deze vergadering. Ik zie de heer Van den Berg. En ik ga hem ook op dit tijdstip het woord geven voor de rondvraag. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, volgens onderzoek van onder andere Alterra komt naar voren dat tot het jaar 2030 minimaal 6 miljoen vierkante meter aan agrarische bedrijfsgebouwen leeg komt te staan. Op dit moment staat er al 2 miljoen vierkante meter leeg. En er zijn locaties waar verpopering op dit moment plaatsvindt. Oorzaken hiervan zijn het grote oppervlak beboos, asbestverdachte materialen, dreigt met sputten in de grond, mogelijke aanwezigheid van vervuiling, sloop- en saneringskosten bovenop de aankoopprijs en het bouwjaar van de opstallen. Volgens de CDA-fractie is er maar één antwoord en dat is sloop van al die overtollige agrarische bebouwing. De stoppende agrariërs zou hierbij moeten kunnen kiezen uit ofwel bij sterking van de onderneming fiscaal afrekenen, ofwel al het gebouwde, uitgezonderde bedrijfsbewoning op het bouwvlak slopen in plaats van fiscaal af te rekenen. De kosten van sloop en de kosten van fiscaal afrekenen bij sterking zijn voor het gemiddelde agrarische bedrijf nagenoeg gelijk. Bij een goede regeling worden op die manier de belastinggelden direct goed gebruikt. Voorzitter, vraag van het CDA is dan ook, is het college bereid deze problematiek en de mogelijke oplossing die het CDA aandraagt voor te leggen bij het VNG? Dank voor de vraagstelling. Kan het college een antwoord geven, dus het geval de heer Prinsen. Voorzitter. Het is wat kort door de bocht om te moeten concluderen dat alles wat leeg staat gesloopt moet worden. Want als je het Alterra-rapport serieus neemt, dan heb je ook de categorie, ze zeggen wel eens van voor 1960, karakteristiek, moet zorgen, nieuwe invulling. Vanaf 1960, 1970, revolutiebouw tot zeg maar 2005. Nou, als dat leeg komt te staan, dan moet je wel overwegen of daar niet de slopershamer in moet. Want zoveel landschappelijke waarde voor heeft het ook niet.
En na 2005, 2006, dan zou je het eigenlijk weer gewoon een functie moeten geven, zodat het economisch ook weer gaat eraan renderen. Maar goed, uw vraag was of het college bereid was om bij de VNG dit punt van zeg maar fiscaliteit en sloop, om dat onder de aandacht te brengen. Nou, ik was vorige week donderdag was ik bij de VNG en daar hebben we besloten dat er een onderzoek vraag hebben neergelegd bij een gerenommeerd fiscaal bureau om eens te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit soort zaken aanhanger te maken in Den Haag. Maar dan moet je eerst wel goed weten wat de consequenties zijn. Dus het is nu op dit moment wat overbodig om daar nog actie op te zetten, want die actie is al vanuit de P10. Volgens mij is dat aangestuurd en daar heeft de VNG-commissie ruimte en woorden van gezegd, laten we dit doen. Laten we dit eens onderzoeken. En het zal vast een keer een vervolg krijgen in de loop van dit jaar, dan wel begin volgend jaar. En het lijkt me goed dat ik u meeneem met de uitkomsten daarvan. Akkoord. Voldoende voor de heer Van den Berg. Dat is het geval. Mag ik de wethouder dan een tip aan de hand doen? De Saxion Hogeschool is op dit moment bezig met een living lab, zoals ze dat tegenwoordig noemen. En ze hebben alternatieven voor vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing. En ze zijn al in een vergevorderd stadium om ook dat soort zaken met politiek te delen. Hoe daar in voorkomende gevallen mee omgegaan kan worden. Dus wellicht een handige tip om eens te informeren. Ik dank voor de tip. Ik zal dat meenemen. Het is misschien goed om daar eens een keer gewoon te gaan kijken. Als wij zien waar Alterra op rekent in onze gemeente. We hebben de afgelopen jaren wat in de planning stond volgens Alterra, wat hier leeg zou komen, hebben we nog lang niet de helft daarvan hier gehad. Dat wil niet zeggen naar de toekomst toe hoe dat eruit gaat zien. Dus die getallen die zijn ook nog wel op een andere wijze te interpreteren dan zo hoe Alterra dat doet. En dat heeft ook voor een deel te maken met de ruimte die u in ons bestemmingsplan buitengebied geeft aan vrijkomende agrarische gebouwen. Ja, wij zien daar best een hele variëteit aan zaken die we kunnen. Wat wel een lastig is, dat blijven zeg maar de grote varkensschuren. De bebouwing is vaak vrij laag. Het is vaak heel erg vooral. Er zit ook vaak weinig kwaliteit meer in. Dat is wel een opgave. Nou, als we dat iets met fiscaliteit zouden kunnen doen, moeten we dat zeker kijken hoe die landelijke ontwikkelingen daarin. Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen? Ik had de vraag eigenlijk aan meneer Van den Berg willen stellen, maar nu dat al zo heeft omarmd, stel ik hem meteen maar. Ik omarm niks, de VNG is bezig. Kan de wethouder mij uitleggen waarom hij het legitiem vindt dat de overheid via de fiscus dit soort dingen zou financieren? Nou ja, kijk, die vraag zou je kunnen stellen, maar wij doen bij zaken als kantoren. Ja? Daar gebeurt ook alles in aanjaagprojecten, financiële vergoedingen. Ja, om de mismatch tussen vraag en aanbod, om die weg te werken. Dus waarom zou het bij het ene wel gebeuren en bij het andere niet? Ja, in het verleden hebben we heel wat gelden gehad voor stedelijke vernieuwing, waarbij rotte kiezen van particulieren, ja, voorzien werden van overheidsmiddelen, om daar weer een nieuwe dynamiek aan zo'n plek te geven. Dus ja, als je dat voor het stedelijk gebied doet in het verleden, als je dat voor kantoren, ja, wisselend overigens doet, dan zou je in ieder geval minimaal uit moeten zoeken of je dat ook kunt doen voor het landelijk gebied. En zo is ook de insteek een klein beetje geweest vanuit de VNG. Maar wij wachten even rustig af wat het advies zou zijn. Maar op voorhand ben ik er van als portefeuillehouder niet op tegen dat daar eens een onderzoekje naar komt. Want ik heb liever dat er wat overheidsgelden gaat zitten en dat we vitaliteit aan ons buitengebied op orde houden, dan dat we een ongelooflijk verrommeld buitengebied krijgen op termijn. Akkoord. Mevrouw Luiten en dan meneer Bak, tot slot. Dan. Het lijkt me dat het TZT hier ook terugkomt, want dan zal ik niet nu mijn kruid verschieten in het debat, maar dan wachten we dat even rustig af. Maar de TZT terugkomen, als dat een fiscale regel wordt, dan gaat u daar niet over. Ik heb het over de dingen waar wij hier wel over. Oké. Akkoord, de heer Bak, tot slot. Wellicht te veel advies vanavond, maar ik wil toch ook graag even de raad erop attenderen dat de STRAC, dat is inmiddels een commissie die er niet meer is binnen de provincie, maar die heeft 2 jaar geleden nog een advies gegeven over de vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen.
En daarbij bleek de problematiek in Overijssel niet zo groot te zijn als andere delen in Nederland. Dus ik denk dat het ook even goed is om daarna te kijken wat het strak aan gedeputeerde staten van Overijssel geadviseerd heeft. En van daaruit denk ik dat de problematiek best meevalt, waarbij we het niet moeten bagatelliseren. Dus als we lokaal iets kunnen doen, dan moeten we daar naar mijn mening zeker naar kijken. Maar laten we het ook niet groter maken dan het is. Dank u wel. Akkoord. Voldoende voor dit punt. Verder geen behoefte aan de rondvraag. Ik sluit voor de rondvraag. Rest mij alleen nog u te bedanken voor deze bijzondere avond met uw inbreng. Ik wil u het reglement van orde als literatuur van harte aanbevelen en sluit de vergadering.